Welkom. In dit filmpje leer je hoe je extra notities aan een taak kan toevoegen en hoe je een hyperlink aan een taak kan hangen die verwijst naar een extern document of eventueel een plaats binnen het document of naar een e-mail. Ik start van deze voorbeeldplanning. Aan de slag. Voor de notities zie je dat in deze activiteit verplaatsing riolering dat in de kolom indicatoren een geel post-itje verschijnt. Als je met de muis op deze post-it gaat staan zonder te klikken, dan komt er een pop-up waarbij de notitie verduidelijkt wordt. Hoe werkt dit? Om een notitie aan een taak toe te voegen, ga je de Task Information of het taakgegevens scherm openen. Je kan dat doen door te dubbelklikken op een activiteit of via rechtermuis op een activiteit en dan naar het snelmenu te gaan. En dan krijg je het Task Information scherm. In de tab Notities kan je eigen notities toevoegen aan deze taak. Bijvoorbeeld de container die moet nog besteld worden, dan kan ik het er gewoon bij schrijven. En ik kan eventueel ook gebruik maken van opsommingstekens zoals dat gewoon zijn in Word. En ik kan nog de locatie bepalen waar die container moet geplaatst worden. Als ik op OK ga klikken, dan ga je zien dat ook hier een post-it note verschijnt aan deze activiteit met de notitie die erbij staat. In dat veldje van de notitie heb je ook de mogelijkheid om eventueel wat afbeeldingen of objecten in te voegen, maar die gaan natuurlijk niet gevisualiseerd worden in deze pop-up. De tekst die in de notitie ingegeven staat, kan je ook visueel maken door de kolom Notitie in te voegen in je tabel. Je gaat daarvoor met de rechtermuis op een kolom klikken, je kiest voor Insert Column, kolom invoegen en je zoekt naar de kolom Notitie. Wanneer tekst over meer dan één lijn loopt, of wanneer er objecten ingevoegd zijn, gaan die ook niet zichtbaar zijn. Je ziet wel dat een pop-up aangeeft dat er meer tekst staat in deze cel en de drie puntjes tonen ook aan dat niet alles meteen gevisualiseerd staat. Om deze kolom te verwijderen gaan we met de rechtermuis op de kolomkop klikken en we kiezen voor het commando Hide Column Kolom verbergen. Daarmee is die kolom niet volledig weg, op de achtergrond draait die nog altijd mee, maar ik maak deze kolom gewoon even niet meer zichtbaar. In tweede instantie heb je de mogelijkheid om hyperlinks aan activiteiten toe te voegen. Ik ga dit toepassen op de taak Metselwerk Dakboord. Je kan dat het gemakkelijkste doen door met de rechtermuis op de taak te klikken. In het snelmenu zie je onderaan het link-icoontje of het link-commando staan. Als je daarop klikt heb je een aantal mogelijkheden. Ik kan van hieruit bijvoorbeeld een hyperlink leggen naar de website van het WTCB. www.wtcb.be. De weergegeven tekst staat bovenaan. En als ik op OK klik, dan zie je dat er een hyperlink verwijst naar deze website. Door gewoon op het icoontje te klikken, opent de website van het WTCB of een andere website uiteraard en kan je daar verder gaan naar de informatie die je effectief nodig hebt. Een alternatief voor deze hyperlinks is dat we niet naar een website gaan refereren, maar naar een ander document. Bijvoorbeeld, ik ga voor de werfinrichting, ga ik een link toevoegen. Ik kan eventueel een e-mailadres toevoegen. Wanneer ik dit straks ga activeren, dan gaat mijn Outlook openen en hij gaat automatisch klaarstaan om een e-mail te verzenden naar de geadresseerde. Ik kan van hieruit ook meteen een volledig nieuw document creëren. Ik kan springen naar een plaats in dit document. Bijvoorbeeld handig wanneer je een heel grote planning hebt en je wil ineens 200 taken naar beneden springen, dan zou dat perfect kunnen. Of naar een bepaald hoofdstuk springen in jouw samenvattingsstructuur. Ik ga even een afbeelding toevoegen, een verwijzing naar een foto. Het zou kunnen zijn naar een ander extern document, een contract of een bestelbon of een technische fiche. Maar ik kan zoeken in mijn documenten of ik kan via mijn browserstructuur zoeken waar ik wil. En ik kies hier even om een fotootje aan te klikken waarbij het adres weergegeven wordt waar die foto staat. Als ik met OK bevestig, dan zie je dat mijn hyperlink verschijnt. Als ik de hyperlink aanklik, dan zal die foto ook weergegeven worden. Zo, denk eraan dat als je uiteraard gaat links leggen naar bepaalde vertrouwelijke documenten, dat dat problemen kan geven als je planningen gaat doorsturen, want die documenten gaan misschien niet bereikbaar zijn als het documenten zijn die lokaal op jouw server staan. Of let op als je vertrouwelijke documenten gaat koppelen, dat die niet naar de verkeerde mensen ter beschikking gesteld gaan worden. Ziezo, veel succes en tot gauw voor een volgende instructievideo.